Er zei laatst iemand tegen mij: hey Acid, doe er je pet aan. Je haar is fucking lelijk om naar te kijken. Wel, weten jullie dat als je een pet draagt en je draagt die frequent binnen, dus in je huis of zo, dat je fucking vroeg kaal wordt? Dus ik ben nu een beetje bang om mijn pet aan te doen, omdat je blijkbaar fucking vroeg kaal wordt als je pet aan doet binnen. Maar ik doe het toch, want mijn haar is zwaar kakje vandaag. Holy shit, en ineens zie ik er weer uit als een fucking randdebiel. Oké, vandaag gaan we het hebben over een onderwerp die fucking veel is aangevraagd. Maar echt, kijk gewoon naar de comments van de vorige video. Het zijn bijna allemaal die comments. Is het? Ga jij eigenlijk veel naar feestjes? Ja, we gaan voor die video een video maken. En ja, dat is de bedoeling, guys. I'm gay. I'm really gay. I'm super duper gay. Dus doe zeker een duimpje omhoog. Like nu. Scroll like. Terug naar boven. Wow, wow, wow. Let's go. Acid hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag spelen we Black Ops 3. Man, Black Ops 3 is een spel die ik al lang niet meer heb gespeeld. En nu even een korte inleiding waarom ik dit spel minder speel. Ik vind het een heel leuk spel, maar met mijn nieuwe camera is het een beetje moeilijk om te facecammen. Deze lens zoomt niet zo super veel in als dat ik had gedacht, omdat het ook gewoon een wide angle lens is. Dus ik moet redelijk dicht bij mijn televisie zitten, waardoor mijn ogen echt gewoon al fucking veel pijn doen na 3 seconden spelen. En waardoor ik nog harder suk in het spel dan normaal. Ik zit nu echt de 30 centimeter of zo van mijn televisie. En mijn ogen doen nu al pijn. En ik speel nog maar 3 seconden of zo. En dat is dus eigenlijk gewoon de reden waarom ik minder dit spel speel. Want ik zag veel mensen vragen: hey, is het speel meer Black Ops 3? Wij willen meer Black Ops 3. En dan denk ik in mezelf: ik wil het ook meer spelen. Maar dan moet ik weer: oh shit, er is hier iemand. Stubbaba. Ik wil het ook veel meer spelen. Maar het is een beetje moeilijk. Want mijn hoofd draait helemaal als je zo dicht bij je televisie zit. En ja, dat is niet zo goed voor mijn ogen. Vandaag gaan we praten over feestjes. En leuke feestjes in het algemeen. Oh shit, wat de hel gebeurt er hier, die dude? What the fuck? Vandaag gaan we spreken over feestjes. Vele mensen denken dat ik nooit echt naar een feestje ga, omdat ik altijd te veel bezig ben met YouTube en zo van die dingen. Maar zelf als YouTuber heb je soms wel eens nood aan iets waarmee je volledig uit de YouTube-wereld kan stappen. En een feestje is meestal wel gewoon de poort naar een andere wereld. Daar is alles zo losjes en zo smooth en zo. Geen YouTube, fuck. Het enige jammer is dat je zo... Oh fuck, what the fuck, what the fuck. Het enige wat soms al gebeurt is dat je wordt herkend op een feestje. En dan vragen mensen om een foto. En ja, dat heb ik al uitgelegd in een andere video. Dat voelt, dat is gewoon een beetje meh. Maar dat gaat nog altijd je feestspirit niet wegnemen. Als je wel feesten, dan ga je feesten. En ja, dan doe je misschien wel YouTube de hey, suck in dit spel. Het enige waar ik altijd wel een beetje bang voor ben, is als je op een feestje bent waar er ook mensen zijn die broers of zussen hebben. En die broers of zussen kijken dan naar jouw filmpjes. Ja, dan denk ik altijd van fuck, nu zien ze mij in het echte leven. En shit. Shit, shit, shit. Maar meestal zijn die mensen heel chill en snappen ze het gewoon perfect. Waarom? Ja, en snappen ze je gewoon volledig. Je hebt dan ook gewoon andere mensen, ja, die een beetje zeggen van... Ja, jij maakt filmpjes. Het is niet de bedoeling dat jij hier bier aan het drinken bent. Je maakt filmpjes voor kinderen, bla bla bla. Zo shit, echt bullshit. Ik leer in jullie geen slechte dingen. Ik doe altijd leuk tegen jullie. Snap je? Het is... oh shit, we hebben... Het is niet mijn bedoeling om jullie aan te zetten om naar feestjes te gaan. Het is wel heel leuk, maar snap je? Zelfs als YouTuber is het is leuk om iets te doen. Wat misschien niet mag. Want hey, wie houdt er hem dan die alcoholregulering? Op een bepaalde leeftijd is altijd thuis zitten. En altijd op je computer zitten. En altijd voor je camera zitten. Gewoon niet echt meer wat leuk is. En als je je vrienden en zo dan allemaal. Ja, dan ga je gewoon mee. We staan 10-11. Yes! Oh my god, dames en heren. Het is tijd voor een live pack opening op dit spel. Let's fucking go. Wat krijgen we? Zit er iets ziek in? Oh my god. Yes. Yes. En dat is waarom je nooit pakjes moet openen op Call of Duty. Er zit altijd gewoon een fucking piemelige fucking pakketje. Fucking kutspel. Stel je voor dat ik elke video op deze manier opneem. Dan zit ik hier van... Yo guys, take a look into my veel te vuile kamer die niet opgeruimd is. Als je zou denken dat mijn bed opgeruimd is, ik heb alles er gewoon onder gelegd. Dan hebben jullie toch een beetje leuker zicht om dat te kijken. Dus hello guys, oh baby. Oké, we zijn terug in een nieuw potje. En het nieuwe potje is al bijna gedaan. Dus fuck you Call of Duty met jullie stomme matchmaking.
en de stomme enemies die mij weer fucking killen. Dus ja, ik ga nog naar feestjes. En ja, als ik jullie daar tegenkom, dan is het altijd wel leuk om een foto te nemen. Want het is net alsof we op een mini-meeting zijn. Het zou ook maar raar zijn als YouTubers niet naar feestjes zouden gaan. Elke deur waar je binnen wil, zeggen ze: nee, jij maakt filmpjes, je mag hier niet binnen. Dat zou echt fucked zijn, gelukkig is dat niet zo. Wat je natuurlijk wel soms hebt, wat je nooit gaat kunnen vermijden, is als je op een feestje bent en ja, daar zijn mensen dat je soms wel eens hoort vanuit je rug: hey, dat is die dude van jou, tjauw. En ja, en dan sta je daar zo gewoon van: inderdaad, ik ben die dude van jou, tjauw. En dan zijn die mensen meestal fucking dronken en weten ze niet meer wat ze aan het zeggen zijn. De game is al gedaan, fuck this shit. En dan sta je daar gewoon bij die mensen zo van: yeah, ik maak filmpjes. So, what's the fucking deal? Wow, het was een granaat die ontploft is. Boom. Fuck you, we zijn gewonnen. Let's go. Dit is een schroevendraaier. En ik heb een bericht van mijn oma. Thanks, oma. Kijk hoe random dit is. Ik zit zo fucking ver van de camera. Eigenlijk niet, eigenlijk zit ik er fucking dichtbij. En deze dude is level 61. Master Prestige. Duidelijk iemand die nooit naar een feestje gaat. Oké, ik ga mezelf hier even killen voor we beginnen met spelen. Want ik moet nog even doodgaan, oké? Snap je? We gaan spelen met de motherfucking shotgun om deze commentary nog te commentarien. Dus ik fucking kut zo. Waarom lijkt het alsof ik zo'n fucking groot voorhoofd heb? Dat is niet zo. De shotgun is nog kutter dan mijn haar en holy shit. Misschien is het beter dat ik stop met spelen met mijn shotgun als ik nog mijn KD van 1 wil houden of zo. Er is zo echt zo'n typisch shotgun die weet ik veel wat in één ruk doet. Hello enemies, where are you guys? I am searching for you. Hello, it's me. And I'm in, what the fuck? Stel je voor dat er zo nog eens wat feestjes worden gegeven van allemaal YouTubers en dat dan alleen voor YouTubers is. Dat zou eigenlijk pittig awesome zijn. Ik weet dat er laatst zo'n feestje was in Nederland van alleen maar YouTubers en I think that's very nice. Ik denk als je een feestje gaat geven waar er alleen maar YouTubers zijn, dat er helemaal niet over YouTube gepraat gaat worden. Natuurlijk is het ook gewoon fucking hilarisch als je YouTubers dronken ziet. Oh, dat is echt wel nog eens een goal of zo. En dat zo gewoon het livestreamen of zo. Het volledige feest livestreamen op Twitch. Dat zijn goals. Dan kunnen jullie meekijken en meefeesten. Via Twitch wel, want het moet legaal blijven. Het zou maar raar zijn als ik al mijn kijkers en zo ook zou laten komen dat ja, echt, dit potje Call of Duty is het raarste potje ooit. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik ben de volledige sensitivity kwijt. Ik speel op het hoogste sensitivity en ik weet echt niet waarom. Vanaf het kleinste tikje op mijn controller draait mijn mannetje 4360's of zo. Het is gek. Ik moet echt toegeven, de enemies waar tegen ik aan het spelen ben vandaag zijn echt fucking goed vergeleken met de andere keren dat ik Call of Duty speel. Misschien is het gewoon omdat ik te dicht bij mijn televisie zit. Waarschijnlijk is het dat. Waarschijnlijk zit ik gewoon te dicht bij de televisie. Want mijn ogen doen zoveel pijn. Het is alsof er fucking 10 citroenen zijn uitgeknepen in mijn ogen. Het brandt echt. Echt als, weet ik veel, als natte hond brandt het in mijn ogen. En ik blijf maar doodgaan. Stop niet, stop nooit. Nooit. Ik blijf doodgaan en stop nooit. Ik heb een dik tutorial nodig. Ik ga meer LEA video's kijken om te zien welke gun het beste te use is en zo en wat de OP shit is. Dus let's go. We playing the game we supposed to play the game. Oh, daar is er nog een enemy. Hello, my friend. Natuurlijk weer op het einde van de game zijn we fucking nice aan. I'm done. Dames en heren, vonden jullie nu een leuke video? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Willen jullie eens naar een feestje gaan met mij? Doe dan zeker ook een duimpje omhoog. Willen jullie dat ik gewoon mijn back hou en stop met YouTube? Klik dan op het rode kruisje bovenin je bovenhoek. En als je op een mobile device zit, gooi je hem dan gewoon tegen de muur of zo. Ik ben Acid. Ik zou zeggen, adios bitches. See you guys tomorrow. Als ik niet dood ben, waarschijnlijk niet. Yo. Hello. Mm-hmm.